Jonathan, wat is de bedoeling van calisthenics? Calisthenics is een lichaamsgewichtsport waarbij je echt puur voor je eigen lichaam gaat, dus je gebruikt geen gewichten. Calisthenics komt voor uit twee Griekse woorden, kalos en stenos, wat staat voor mooie kracht. En daar komt heel calisthenics eigenlijk uit voort. Het gaat om je lichaam zo verbeteren dat je op een mooie manier kan sporten. Ik denk dat jeugdigen dit sportpark heel leuk gaan vinden als ze bijvoorbeeld nog niet van hun ouders naar de sportschool mogen of als ze iets willen doen met lichaamstraining en thuis niet weten hoe ze dat moeten doen. Dan kunnen ze hier hun eerste, hoe zeg je dat, hun eerste invloed hebben op krachttraining en zo misschien een hele nieuwe hobby vinden. Ik heb even een beetje een kritische vraag. Ik kom zelf een beetje uit de sportwereld weg. Ik ben altijd een beetje met conditie bezig. En als ik dit zie, dan denk ik van, hier krijg ik toch niet zo heel veel conditie van. En ik ben na 4 oefeningen, na 10 minuten eigenlijk al een beetje klaar. Hoe denk jij daarover? Ja, dat is een hele goede vraag. Zulke vragen krijg ik wel vaker te horen. Calisthenics blijft natuurlijk een krachtsport, maar het ligt heel erg aan wat voor oefeningen je doet en welke conditie je daarmee traint. Want calisthenics is eigenlijk een sport die puur om je eigen lichaam gaat. En ja, daarmee kan je eigenlijk oneindig veel oefeningen doen, dus ook conditietraining. Zou je even wat oefeningen laten kunnen zien? Tuurlijk. Heb je een bepaalde leeftijdscategorie in gedachten wie hiermee kan werken? In principe is het park voor iedereen, alleen is het veiligheidsredenen is het voor 14 jaar en ouder. Want uiteindelijk kan het nog af en toe een beetje gevaarlijk worden qua hoogtes en oefeningen. Maar in principe is iedereen er welkom, het park is voor iedereen. Ik zou zeggen, kom gewoon lekker sporten. We hebben nu hier mooi 4 nieuwe toestellen staan. Heb je nog enig idee dat het groter moet worden hier of dat het kleiner blijft? Tot nu toe is de bedoeling dat het park blijft zoals het is. Maar mocht het park echt overvol raken, dan ben ik wel van plan om iets met de gemeente te gaan overleggen om misschien iets uit te breiden. Ja? Ben je ook bang dat het niet vernieuwd gaat worden? Ja, natuurlijk vind ik dat wel een beetje een punt. Wordt het vernieuwd of niet? Hoe gaan mensen het ontvangen? Maar wat ik heb meegemaakt uit ervaring van andere calisthenics park initiatiefnemers, is dat een park juist heel heel blijft en dat de sporters zelf ook heel goed oppassen op het park en echt een soort tweede politie zijn voor het park zelf.